Het Nationaal Speech Contest is geen onbekend begrip in de samenleving. Binnenkort wordt de 24e editie ervan georganiseerd. En ik heb dus vandaag in de studio Mario Vermeer en Xavier Biegman, die namens de organisatie meer vertellen. Welkom heren. Dankjewel. Nou, meneer Vermeer, ik sta bij jou. Ja. Wat, voor zij die het niet weten, wat is nou het Nationaal Speech Contest? Het Nationaal Speech Contest is een contest voor studenten van de middelbare scholen. Mm-hmm. En het wordt al een aantal jaren gehouden in ons land. Vorig jaar zijn wij weer ermee gestart. Omdat het de afgelopen periode eigenlijk... er waren weinig sponsoren. En de roep uit de samenleving was heel erg groot. En de organisatie is extra hard gaan werken om dit te kunnen organiseren voor onze studenten. Wij willen een forum bieden voor de studenten om in het openbaar te kunnen spreken over verschillende maatschappelijke onderwerpen en natuurlijk ook issues die spelen binnen de wereld. En als je komt bij dat traject, komt er dan eerst een training, hoe ze hun speech moeten voorbereiden, waarop ze moeten letten. Hoe te spreken in het openbaar, hoe creatief kan je omgaan met de taal en je houding wanneer je presenteert. Dus dat is een hele interessante wedstrijd, als ik het zo mag zeggen, voor onze studenten. En ze zijn echt willing ervoor en ze zijn ook al ready. Oké. Waarom vinden jullie het belangrijk dat jongeren aan zo'n contest meedoen? Waarom wij het heel belangrijk vinden? Mm-hmm. Het is zo dat er niet veel activiteiten worden gehouden voor de jongeren. En we hebben gekeken wat onze rol kan zijn in deze, om wat terug te brengen, zodat ze mee kunnen doen aan iets. En in dit geval kwamen we dan op het Nationaal Speech Contest, want de vraag uit de samenleving werd groot. Dus we dachten dan om iets ermee te doen. En misschien kan ik nog verder inhaken op hetgeen wat hij heeft aangegeven. Als we kijken naar de doelstellingen van de organisatie GCI, moeten we eigenlijk meer investeren in de mens om jonge leiders te creëren voor onze samenleving die op hun eigen manier een verandering willen brengen. En door mee te doen aan dit contest geef ik eigenlijk al een duidelijke boodschap van ik ben jong. En ik wil de samenleving tonen wat ik denk over een bepaald onderwerp. En dat is ons hoofddoel meer. Creëer nieuwe jonge leiders voor je gemeenschap die een bijdrage willen leveren in het land. Nou, iemand die meekijkt naar dit programma en bijvoorbeeld geïnteresseerd is om mee te doen, kan die zich nog opgeven? Nee, helaas niet. De periode is al verstreken. We zitten nu in de fase van echte voorbereiding naar die dag toe. Want de voorselectie is al geweest en we zijn nu gekomen op 13 studenten die hun scholen gaan vertegenwoordigen. Is er een bepaalde topic of thema eraan verbonden dit keer? Bij de live play-offs worden het maatschappelijke onderwerpen. Dus het kan zijn onderwijs, jeugdbeleid en noem maar op. Maar het final onderwerp, dat ga ik natuurlijk niet prijsgeven, want dat kregen ze op de dag van de uitvoering, dus de top 5 die doorgaat, kregen dan 30 minuten voor de final, start van de final, kregen ze het onderwerp en dan gaan ze met hun Nederlandse docent dan zitten om hun speech van 5 minuten voor te bereiden. En dan is het dan vrij als ze de mensen willen inspireren of informeren, maar dat ligt helemaal aan hun. Nogmaals de datum en de tijd. De datum is 13 april 2019, de congreshal. En de tijd is dus aan 6:30. Moeten mensen kaarten kopen om in het publiek te zijn of is het gratis toegang? Het is niet gratis. De kaarten zijn te verkrijgen voor maar 20 SRD. Heel binnenkort gaan we van start met de grote promotie. Want de kleine promotie is al geweest, maar daarna de grote promotie. Tezamen met de verkoop van de kaarten. En de verkooppunten zullen dus dan ook nog bekend gemaakt worden. Oké. Geef me even een korte omschrijving van hoe de avond eruit gaat zien. Oké. De avond heeft 2 rondes. Je hebt een play-off. Daar komen alle 13. En dan gaan ze dan een speech voorbereiden van 3 minuten. Dus ze moeten dan 3 minuten spreken. En
de student die de jury en de zaal het meest heeft geïnspireerd of het meest heeft kunnen informeren over haar of zijn topic, wordt dan toegelaten tot de final. Want de play-off en de final is op één dag. En er kunnen maar 5 mensen doorstromen naar de final ronde. En daar krijgen ze dan hun final een onderwerp. Alle 5 studenten die door gaan praten over 1 onderwerp. Dus dan gaan ze dan nu kijken welke student heeft het best kunnen inspireren met dat onderwerp. En daarna hebben we dan een winnaar. Wordt de winnaar dan bekendgemaakt. Het is natuurlijk een entertainment. De winnares van vorig jaar. Die heeft aangegeven dat ze spoken word zal doen. En natuurlijk is er ook zangboeken bij.